Ooit zei iemand tegen mij, je zult nooit rust in de wereld vinden. Maar als je rust in jezelf vindt, kun je vanuit dat perspectief de wereld inkijken. En hoe waar is dat? Vooral in deze tijd. Deze tijd waarin er zoveel gebeurt. Zoveel gebeurt ook met onze emoties en hoe wij daarmee dealen. Ik merk zelf dat deze onrust van deze tijd heel veel met mij doet. En het nieuws lees ik al bijna niet meer. En ik wil heel veel dingen ook gewoon even niet meer weten. Want het geeft mij niet veel rust, maar het maakt mij heel onrustig. En ook in mijn eigen omgeving zijn er zoveel mensen thuis en bezig en druk. En je moet zelf alles combineren van lesgeven tot aan je kind, tot eigen werk, tot een baby die net geboren is. Want ik ben een paar maanden geleden moeder geworden van een tweede zoontje. En het zet zoveel op zijn kop. En we vinden allemaal maar een manier om door te gaan. En een knopje van, oké, weet je, ik ga wel weer verder. Maar ik vind het knap. En ik vind het ook heel erg moeilijk. En de afgelopen jaren heb ik natuurlijk heel veel ingrediënten gekregen om dicht bij mezelf te blijven. Om rustig vanuit emotie de emoties te laten gaan. Maar in zo'n tijd met zoveel externe onrust, hoe blijf je dan toch alsjeblieft bij jezelf? Nou, mijn spirituele zoektocht zou mijn spirituele zoektocht niet zijn om daar natuurlijk iets mee te doen. En ik heb Jason, Tanja, Rita, Wim en Arnoud gevraagd hoe zij vanuit hun visie, hun blik naar deze wereld kijken. En hoe kunnen zij bij zichzelf blijven? Want er is zo'n grote kans dat je in angst schiet. Maar hoe kun je leven vanuit vertrouwen? En leven dat het goed is zoals het is. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word af en toe gillend gek. Maar er zijn ook momenten dat ik kan denken, hey, het is eigenlijk best wel relaxed om vaker thuis te zijn en te kunnen genieten van alles wat er om me heen gebeurt. Het is een achtbaan van emoties. En hoe vind je daar een soort stabiele balans in? Nou, dat wilde ik bereiken met de vlagjes die ik de komende week op dit platform ga zetten. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En het idee is om zeker om dit vaker te gaan doen over verschillende onderwerpen. Dus mocht je suggesties hebben, plaats ze gerust onder deze vlog. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Haal eruit wat je eruit kan halen. En vind de rust in jezelf. Ik blijf hem ook nog steeds zoeken.